Mijn naam is Evie Ruimakers en leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video op dit kanaal. In deze video zullen we verder gaan met het maken van onze eigen galgje app. Vind je deze serie leuk? Doe natuurlijk alvast dat blauwe duimpje omhoog. En vind je ook zeker niet even te abonneren op dit kanaal als je nieuw bent. En dan gaan we gelijk beginnen met de video. In de vorige video's hebben jullie kunnen zien hoe dat we hebben gezorgd dat hier een random woord komt te staan. En hoe dat we zelf een toetsenbord hebben kunnen maken. Alleen als we nu naar onze app gaan kijken, zullen we zien dat we gelijk het woord gaat weergeven, huis. Maar we willen natuurlijk dat we alleen de letters gaat weergeven die wij goed hebben geraden. De letters die niet goed geraden zijn, die moeten hier weggaan. En uiteindelijk zullen ook hier de puntjes moeten komen staan voor de letters die ontbreken. Dus dat gaan we doen in deze video. En dat gaan we doen in Notepad++. Dus we gaan onze Notepad++ toe. En we zien hier de code staan van vorige week. Als eerste zien we de woorden staan die onze app kan gaan kiezen. Huis, appels, peren. We zien hier onderaan het toetsenbord. En we zien hier de if-functie die het random woord gaat kiezen. En die zal gaan kijken of de letter aanwezig is of niet. Wat we nu gaan doen, is dat we een nieuwe functie gaan aanroepen. We gaan eens naar beneden en we typen hier function. Haakje openen, haakje sluiten. Accolade openen en accolade sluiten. Vervolgens gaan we de functie naam geven. En ik kies even voor words2dots. Vervolgens gaan we hier binnen staan en gaan we tussen de haakjes het woord opgeven. En we kiezen hier voor word in function. En vervolgens gaan we in de if-functie staan. Als eerste gaan we net als vorige week weer het woord opsplitsen wat we hebben gevonden. Dus we geven hier een dollar, een nieuwe waarde. Dus ik kies even voor letters in function is. Dan komt weer de split. Dus we doen str underscore split. Haakje openen, haakje sluiten. En dan gaan we hier opgeven wat hij moet gaan splitsen. In dit geval zal hij dit moeten gaan splitsen. Dus kopiëren het en we zullen het hier weer bijzetten. En natuurlijk sluiten we alles af met een punt, komma. Vervolgens gaan we een aantal regels naar beneden en gaan we een for each dus aanmaken. Dus for each. Haakje openen, haakje sluiten. Accolade openen en accolade sluiten. Dan gaan we als eerste de naam kopiëren. Dus de variabele kopiëren. We plakken hem erin en vervolgens doen we als en gaan we een nieuwe naam geven. En het zal dus zijn letters in lus. Wat hebben we nou eigenlijk gedaan? We zullen hier het woord gaan opsplitsen in individuele karakters. En vervolgens gaan we die in de for each lus inladen. Zodat we iedere karakter dezelfde functie zou gaan uitoefenen. Vervolgens zullen we in de for each lus gaan staan en gaan we hier opgeven wat iedere keer getest wordt. Dus voor ieder letter willen we gaan kijken of die al geraden is, ja of nee. Dus gaan we doen door if, haakje openen, haakje sluiten, accolade openen en accolade sluiten. Volgens de functie in underscore array, haakje openen, haakje sluiten. En dan gaan we hier opgeven waar we op willen gaan zoeken. In dit geval willen we gaan zoeken op, is letter in lus aanwezig, ja of nee? We gaan die kopiëren en we zullen hem hierin gaan plakken. Vervolgens plaatsen we achter een komma en hierachter zullen we de sessie op gaan geven waar we in gaan zoeken of de letter aanwezig is, ja of nee. Maar die hebben we nog niet gemaakt, dus die zullen we eerst gaan aanmaken. We gaan die bovenaan staan en we typen dollar underscore session, blokker open, blokker sluiten, twee quotejes. En vervolgens komt hier de naam te staan. Ik kies even voor letter gok. Want alle letters die gegokt zijn, zullen hierin gaan komen. Vervolgens plaats ik een is-teken en gaan we de sessie kopiëren. En die gaan we dus nogmaals achteraan zetten. Vervolgens geven we achter een punt en gaan we deze variabele kopiëren. En zullen we die achteraan gaan toevoegen. Wat hij dus nu gaat doen, hij gaat een sessie aanmaken als hij nog niet bestaat. En hij gaat die vullen met de sessiewaarde. Plus de letter die we op dit moment gegokt hebben. Natuurlijk sluit het af met een punt, komma. En vervolgens kunnen we weer naar beneden gaan. We zijn nu weer bij de in-array functie. Waar we gaan kijken of een letter van het woord al geraden is of niet. Dus we gaan kijken of hij aanwezig is in een array. Nou, we hebben nu nog alleen een sessie. Dat is nog geen array. Dus daar moeten we eerst een array van gaan maken. En doen we met str underscore split. Haakje openen. Haakje sluiten. En vervolgens geef je onder de sessie gok op. Dus we gaan hem inzetten. In dit geval zal dus gaan kijken per karakter of het karakter al wel gegokt is of het karakter nog niet gegokt is. Is hij al wel gegokt, geef dan weer de letter. Is hij nog niet gegokt, else. Geef dan weer, echo, twee quotejes. En dan willen we hier dat hij een punt weer gaat geven. En ik wil niet een normale punt hebben, maar ik wil zo'n dikke punt. Dus daarvoor doen we ampersand bool, punt, komma. Krijg je niet zo'n klein puntje, maar dan krijg je meestal zo'n dikke punt die in het midden van het woord zal staan. Het enige wat we moeten doen, is dat we onze functie moeten gaan kopiëren.
en wie je onderaan moet gaan toevoegen aan onze lijst. Dan gaan we natuurlijk een haakje ook weer achter zetten. En dan gaan we opslaan en gaan we kijken in onze webbrowser. Zoals jullie kunnen zien zijn we er eigenlijk al bij onze app. We zien ook al de 4 punten staan die gelijk zullen staan voor huis. Zoals jullie zien ziet de opmaak nog niet zo mooi uit, maar dit kunnen we later in CSS gaan veranderen. Als we nu gaan bijvoorbeeld klikken op de letter M, zullen we zien dat het komt staan fout, want hij is niet aanwezig. Gaan we kijken naar een letter die er wel is, bijvoorbeeld de S, zullen we zien dat het komt staan goed, en dat de laatste letter gelijk verantwoordt van een punt naar een S. Dat werkt natuurlijk ook zo bij de U. En zoals je ziet zal er ook bij komen staan. Dan doen we de H natuurlijk. Dit werkt natuurlijk ook voor de letter I. En zoals jullie zien zal nu het woord huis er komen staan. Zoals jullie zagen werkt alles goed. Alleen zoals je ziet hebben we hier verschillende codes en opmaak door elkaar staan. Dat is eigenlijk niet zo netjes. Dus we gaan het kopiëren. We gaan hem even weghalen. En dan gaan we naar onze index toe. En we gaan hem in de index.php neerzetten. We gaan naar onze index toe. En we gaan hem hier onderaan. Nadat we de plugin hebben geïncloed, gaan we hem hier neerzetten. De echo mag in dit geval eens even weggehaald worden. .com achteraan ook. En we moeten natuurlijk wel even weer de PHP tag openen. Dus kleiner dan. Vraagteken. PHP. Dan onze functie. En achteraan sluiten we het eraf. Hetzelfde moeten we gaan doen met het toetsenbord. We willen natuurlijk apart neer gaan zetten. Dus gaan we even naar onze plugin toe. En we gaan hier even een functie van maken. Dus function. Haakje openen weer. Haakje sluiten. Accolade openen. En aan de onderkant sluiten we natuurlijk ook weer af. Even een tapje om het netjes te maken. En we gaan de functie ook een naam geven. In dit geval doe ik eventjes toetsenbord. Nou, hier onderaan kan de echo ook even weggehaald worden. Die hebben we niet meer nodig. We gaan deze weer kopiëren, deze functie. En we gaan hem weer in onze index neerzetten. We gaan eerst de PHP tag openen. Kleiner dan, vraagteken, PHP. Dan geven we de functie toetsenbord op. Haakje openen, haakje sluiten. En als laatste sluit natuurlijk de PHP tag ook weer af. We gaan even alles opslaan. En we gaan het bekijken in onze webbrowser. En zodra we de pagina zullen gaan verversen, zullen we ook zien dat het woord huis in beeld komt te staan en de opmaak gelijk netjes is. En ook hieronder aan ons toetsenbord. Wat ik op dit moment ga doen, ik ga even alle sessies verwijderen en zal dan opnieuw de app gaan starten. Zodat u weer een nieuw woord gaat kiezen en weer even verder kunnen gaan. Zoals jullie kunnen zien heb ik de app op dit moment weer opnieuw opgestart. En we hebben ook weer een nieuw woord wat we kunnen gaan kiezen. En wanneer we letter aanklikken, zoals M, zullen we ook zien, hij is helaas fout. Het is niet goed. Gaan we kijken bijvoorbeeld de A. Dan zullen we zien dat hij hem gelijk gaat neerzetten. Nou, dan doen we ook even de P, want ik denk dat ik het al weet. Het is ook niet zo moeilijk in dit geval. De P natuurlijk. Zul ik zien dat de twee P's gelijk komen staan. En dan weten jullie natuurlijk al het woord. In dit geval dus appels. Nou, zoals jullie zien werkt het scoreformulier nog niet. Dat zullen we volgende week gaan doen. Dus ik zou zeggen, willen jullie meer video's zien? Vergeet je natuurlijk niet te abonneren op dit kanaal en een blauw duimpje ook te doen. En zie ik jullie volgende week weer terug bij een nieuwe aflevering van je eigen galgje app maken. Tot volgende week. Goed. Is het niet het geval, geven we weer echo. Echo fout. We gaan een paar opslaan en we gaan kijken wat er gaat gebeuren. We zien hier volgens weer onze letter staan. En als we volgens gaan klikken op een letter, komt hier een beeld staan dat die letter goed is of fout is. En even klikken op de V, die zit er natuurlijk niet in. En je ziet ook staan, hij is fout.